Hey, hoi, hoi, met Angela van Angela's Creaties. Op deze superwarme zondag van september wil ik je graag inspireren met deze creatie. Nou, het is een beetje een apart formaat, maar dit is deel 1 hiervan. In deel 2 wordt het wat meer duidelijker. Nou, ik ga aan de slag met de Romantic Moments van Janine's Mindful Art Collection. Ja, ik ben gewoon heel verliefd op die lijn, dus ik heb zoiets van, ik ga er lekker mee aan de slag. Nou, ik ga deze keer met inktjes werken. En dat betekent dat hij 5,5, mijn basiskaartje is 5,5 inch breed bij 4,5 inch breed en 4,5 inch hoog. Dus ik zal nog wel even gissen, maar 5,5 inch hoog breed en 4,5 inch hoog. Dan heb ik mijn basis, mijn matlaag. En die is 5 en 1 achtste bij 4 en 1 achtste. Dus 5 en 1 achtste bij 4 en 1 achtste. En dat zijn dus inches. En ik heb de hoeken afgerond met mijn afrondpons, mijn hoekpons van Vaasen. En ik pak dan altijd de 10 mm, want die vind ik dan het mooiste. Maar dat is natuurlijk ook weer heel erg persoonlijk. Nou, dit formaat kaartje is gewoon een klein, simpel kaartje, maar gewoon echt een leuke kaartje. Ik verstuur best wel veel bedankkaartjes. En ik heb zoiets van, nou, dat mag gewoon, vind ik wel. Maar dat vind ik, laat het nou even zo zeggen. En ja, ik vind het gewoon wel leuk om een bepaald formaat te nemen. Geen standaardmaat. En net eventjes wat anders. Nou, ik zeg wel dat het bedankkaartjes worden. Zijn vaak, maar ik ben iemand die vaak geen tekst erbij doet. Want ik maak natuurlijk heel veel kaarten, creaties en kaarten invoeren. En ja, dan weet ik vaak ook niet waarvoor hij bedoeld is. En daarom doe ik er vaak geen teksten bij. Tenzij ik weet, ik maak een specifieke creatie en dat ik dan specifiek weet waarvoor die bedoeld is. Dan doe ik dat wel. Nou, ik had dus ook al even het bewerkt met... Het is allemaal zo warm dat zelfs de lijn er last van heeft, kan ik jullie vertellen. Zo. Met dubbelzijdig tape. En ik doe er dan toch eventjes wat lijn eroverheen. Over het dubbelzijdig tape. Want het is vaak wel zo. Met dubbelzijdig tape kun je niet verschuiven. En ik ben niet iemand die heel vaak gelijk recht kan plakken. Ho, de lamp gaat er al vandoor. Zo. Nou. Dat is eigenlijk maar mijn basiskaart. Ho, nou, dat pak ik zo meteen wel even. Want wat ik heb bedacht is... Het wordt natuurlijk wel een beetje een Angela creatie. Kijk dan. Oh, ook die stoelen. Och. En dat prieeltje. Och. Dan zie ik dat deze er nog uit kan. Dus dat gaan we nog eventjes doen. En zo. Kijken of er nog meer uit kan. Ja. Even voorzichtig. Nee, daar zit dan weer niks. Nou, dit heb ik dan graag natuurlijk ook eventjes bewerken met mijn vintage foto. Nou ja, niet van mij, maar deze is natuurlijk wel van mij, mijn inkpad. Want ja, dat hoort er eigenlijk een beetje bij mij bij, hè.
Ik ben nog een beetje nog een week goed online. Daarna heb ik heerlijk een paar weekjes vakantie. Ik heb nog niet echt plannen van wat ik ga doen. Maar ik ben wel wat minder online. Dus hebben jullie vragen of is er wat? Stuur me gewoon even een berichtje. En dan zal ik, zodra ik in de gelegenheid ben, dan zal ik daarop reageren uiteraard. Ondertussen ben ik lekker aan het eten. En op het moment als jullie nu deze tutorial aan gaan kijken, gaan jullie dan ook zelf aan de knutsel? Of kijken jullie alleen mee? Wat doen jullie meestal? Ik ben eigenlijk altijd wel benieuwd naar. Weet jullie dat? Zo. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd of jullie dan ook benieuwd zijn waar het deel 2 gaat worden. Zet het even in de reacties. En dan ben ik heel benieuwd of jullie daar uit gaan komen. Of jullie een idee hebben. Nou. Kijk, je kan dus mooi hier zo door de gazebo, zo mooi wordt dat genoemd in het Engels. Prieeltje. Wordt er zo mooi doorheen gekeken. Nou, ik ga dus al een beetje lekker aan. Zo. Nou, en binnenkort komt natuurlijk ook weer de nieuwste collectie van de Janine's Mindful Art. En ik moet zeggen, ik kan niet wachten tot die uit is, want het is echt, als ik allemaal de voorbeelden zie, wordt het ook weer een hele mooie serie. En ondertussen ben ik even kijken of ik het allemaal goed aan het doen ben. Deze, ik weet wel dat ik deze een beetje achter wil, dus die ga ik dan even. Nou, zoals jullie zien, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar met uitdrukken, want al deze embellishments komen dus uit. Even kijken of ik wel hier erbovenop. Uit het die-cut boekje. En toen had ik ook zoiets van. En dan scheur je nog wel eens wat kapot. Nou, geloof me. Dat gebeurt mij dus ook regelmatig. Zo. Een klein beetje. Nou. Ik wil het een beetje omhoog laten komen. Pak ik gewoon eens even deze blokjes. Zo. Kijk. Zo. En dan die komt dan. Even kijken, waar gaan we die plakken? Die komt dan hier. Kijk, dat is weer een voordeel. Je kan dan zo. Kijk, dan heb ik die. Oh. Die ga ik dan ook. Nou, het is echt ook niet normaal hoor. De lijn heeft zelfs nog last van de warmte. En ik doe dus zelfs al op de foam tape, dus doe ik zelfs dus al een dotje lijn. Het is echt, en dan blijven mensen allemaal aan mijn vingers plakken. Nou, kom op jongens. Ja. Ik denk dat momenteel alles last van de warmte heb. Zo. Kijk.
voeten. Hier. En dan had ik ook nog een beetje van deze bloemen. Die wil ik er dan even nog. Ik had ze een beetje hier liggen. Zo. Ja, het komt natuurlijk ook nog. Het zit ook nog niet op de kaart vast, hè? Dus dat is dus ook nog. Dat komt dus ook nog weer. Even mijn nieuwe lijnpatroon aan mijn oude laten hechten. Wat je ook wel eens ziet, wat sommigen ook nog wel eens doen, is om iets te verhogen. Extra lijn van de van je lijnpistool van en dat ook weer verhogen. Kijk, ik ga dit dan een beetje vastplakken, want ik denk dat dat handiger is. En ik denk dat ik het met deze doe. Net wat grotere stukken. Hebben jullie allemaal jullie vakantie al gehad? Of hebben jullie nog vakantie te goed? Ik ben daar eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Of ik de enige ben die een beetje altijd in naseizoen gaat. En ik ga meestal altijd in het voor- en naseizoen. Want ja, ik vind het gewoon veel prettiger. En ik ben ook niet met mijn werk aan vakanties verbonden. Dat scheelt natuurlijk ook weer. Kijk, als je dat wel bent, is het natuurlijk een ander verhaal. Maar ik heb die luxe dat ik dat niet heb. Zo. Ik zou in eerste instantie nog wel een beetje weggaan, maar ik heb besloten om dat nu niet te doen. Ja, nu laat deze het los, denk ik. Ja, die plakken we er zo meteen onder. En dan van daaruit ga ik hem dus en zo. Ik pak hem nooit helemaal vol. Ik doe dit met foam tape en uit mijn hoofd is deze van 2 mm. Je hebt ze op verschillende breedtes. Maar ik vind de 2 mm altijd het prettigste. Daar nog een heel klein stukje. Zo. Want ja, dan vind ik de mooiste diepte in de kaart in de creatie. Dus ik dat hier een klein stukje uit. Zo. Nou, doen we nu maar even geen extra lijn op. Misschien dat hij nu beter plakt. Ik zie dat ik dan daar nog even wat onder moet doen. Kijk, en als je dat dan zo doet. Kijk. Nou, kijk. Zo. En dan wil ik hier ook nog eentje doen, een bloemetje. Zo. Ik laat meestal die steeltjes eraan om hem eronder te drukken. Kijk, dan heeft dat net eventjes een andere dimensie.
dit eventjes weghalen. Die kleine frutseltjes, daar word ik altijd een beetje kriegel van. Ja, uiteraard komt er natuurlijk weer even een strikje op. Dus organza lint ook van de Romantic Moments collectie. Beetje vormen met mijn sorry. Nou, het wil niet helemaal zoals ik het wil. Zelfs mijn handen hebben last van de warmte. Nou, nog een poging. Zo. Wat ik dan doe, is eventjes zo, dat ik hou vast heb. Daar gaat het mij altijd even om. Zo. Kijk, als je eenmaal vast hou vast hebt, dan kun je makkelijker hem gaan vormen. Zo. En die wil ik dan, ja, komt dan hier op. Zo. En dan had ik nog een beetje van dat hemkort. En dan heb ik deze en nog een andere kleur. Ik ga eens even kijken. Kijk. En zo ben je gewoon lekker aan de aan de gang als het wil zoals ik het wil, hè? Laat het ophouden dat mijn handen en mijn vingers ook last van de warmte hebben. Nou ja, goed. Wie niet, hè? Ik denk dat we dat momenteel allemaal last van hebben. Ja, dan wil ik hem iets kleiner hebben, want in verhouding vind ik hem dan niet helemaal bijpas bij de strik. En dan zie ik dat mijn lijnpatroon zo. Nou, hier komt natuurlijk een dan ga ik deze eerst even afknippen. Zo. Ik hou toch bij deze. Zo. Dat zijn die. Dan ga ik kijken of ik hier nog wat ga doen. En dan hou ik even mijn lijnpatroon in de gaten. Want ik zie dat hij niet helemaal
hecht, als je het eenmaal goed hecht, dan als hij vast zit, dan zit hij vast, zeg ik altijd. Dan, ik pak even mijn... daar is mijn boekje. Ik wou net zeggen, mijn boekje. Want ik pak even mijn boekje aan de kant. Want ik mis hier toch nog iets. Nou. Kijk, mooi hè. Oh. Zal ik nog even jullie verliefd laten kijken. Daarna voor degene die de serie niet heeft. Ik kan natuurlijk niet alles meer laten zien. Kijk dan zo mooi. Zo'n mooie brug. Zo'n basket. Oh kijk, dan zie ik iets. Daar denk ik van. Zo. Het ziet er natuurlijk nog een beetje raar uit. Ik mis wat takjes. Want dat heb ik natuurlijk nog niet beïnkt. Dus dat ga ik nog doen. Dus daar moet je dan eventjes niet... En eens even kijken in wat geval ik dit wil. Nou, ik heb zoiets, ik vind het een beetje groot. Dus wat ik dan doe, ik knip gewoon door midden. Heel simpel. Zo. Die. Wacht even, die beïnkte. Of ik die er ook bij plak. Kijk, en dan komt er dan die twee. Die plakken op elkaar. Zo. Want die komt dan even een beetje proppen. Ja. Nou, pakken deze eventjes. In twee stukjes. Zo. En dat is ook een voordeel. Als je verhoogd werkt, dan kun je er ook nog weer van alles tussen proppen. Kijk. Zie. Kijk. Nou, maar we zijn er natuurlijk nog niet. Jullie kennen mij. Ik wil hier toch nog ook nog even wat plakken. Even kijken. Ik mis wat pareltjes. Nu kwam ik deze tegen. Ja, ik stik van die dingen. En ik heb ze in verschillende maten. Omdat mijn lijn dat er niet op zit. Een beetje in dezelfde trant. Net even wat anders. Sorry. Nou, wat we dan gewoon doen is op deze manier. Zo. En een voordeel is, het droogt transparant op. Ik zit even te twijfelen of ik deze. Kijk, zie je? Stiltje er gewoon even afknippen.
en zo heerlijk vreubelen. Zo. Nou, nog eventjes met mijn uiteraard jullie kennen me. Ja, deze is bijna op. Even die andere pakken. Ik heb er meer hoor, dus. Helaas raken ze hierop natuurlijk, hè. Gewoon even accentueren. En dit is de kristal. En deze die Jesse een van de hondjes gaat heerlijk even onder het bureau liggen. Die ligt al graag onder het bureau als ik aan de vreugde ben. Voor degenen die me langer volgen, die weten dat inmiddels wel. Zo. Kijk, gewoon eventjes. Hier even een paar streepjes, gewoon een paar stipjes. Hier is de lijm zo vloeibaar dat hij gewoon hier, dat er gewoon lijm hier zit. Gewoon eventjes. Is dat mooi, hè? Nog een stukje van de libelle. Het is echt. Nou, als we dan toch lekker bezig zijn. Zo. Nou, dit is dus. Nou ja, eigenlijk een beetje deel 1 van twee series die ik ga maken. In ieder geval 2, misschien nog wel meer. Maar in ieder geval van 2. En wat het dan tweede gaat worden, ja, dat is nog even een verrassing. Dat laat ik jullie nog weten. Nou ja, dat laat ik jullie nog weten. Dan moet je er wachten tot met donderdag. Ben je nog geen lid van mijn YouTube kanaal, dan zou ik zeggen zeker doen. Want nou, deel 2 komt nu komende donderdag online. En dan weet je ook, hè, dan begrijp je ook meer de, ja, de grootte en de basiskaart. En klik dan ook even op de notificatiebel. Want zodra de nieuwe tutorial online komt, dan krijg je daar ook gelijk een melding van. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Ik wens je een hele fijne dag en doe rustig aan met die warmte.